Ja, we staan hier in Hillegom. Wat is hier zojuist gebeurd? Ja, er was ringsteken voor paarden en die namen een showrondje. Toen werd er gevraagd of we wilden applaudisseren voor de mooiste koets die langskwam. En toen ging er ineens een pony, die kreeg even de kolder in het hoofd. En die gingen we door, die sloeg op hol, dwars door de hekken heen. Sloeg over de kop heen met de twee berijders aanwezig. En die gingen, één werd er tegen de vuilbak aangegooid en eindigde op de grond. De vrouw die stond vrij snel op. Paard dook gelukkig een nisje in, de pony, en bleef daar vaststaan. Ja, in het begin is het schrikken en dan ga je eigenlijk gelijk handelen. Je neemt de situatie op, kijkt omheen, waar zijn de slachtoffers. Twee waren er slecht aan toe en daar ben ik naartoe gegaan en heb getracht eerst hulp te verlenen. Ik hoorde dat het heel lief beestje was, hadden jullie dit verwacht? Nee, helemaal niet, omdat het was juist een leuk ponystel. Deed het ook heel goed met ringsteken en het kwam uit het niets vandaan. Weet je ook wat de oorzaak zou kunnen zijn van het op hol slaan van het paardje? Ja, je hoort een hele hoop geruchten daarover. Het kan kleuren in het publiek zijn. Het kan het applaus zijn geweest wat gegeven werd voor hem. En daar verschillende meningen over. Ik ben niet echt een paardenkenner, maar wel geschrokken van de hele situatie.